Eerder hebben we al eens een video gemaakt over hoe je begint met vloggen. En heel veel mensen die beginnen met vloggen dromen er ook van om uiteindelijk professioneel vlogger te worden. Dus om betaald te vloggen. In deze video gaan we het daarover hebben. Er zijn verschillende manieren waarop je geld kan verdienen met het maken van vlogs. En de meest bekende manier is natuurlijk als je zelf een YouTube-kanaal hebt waar je vlogs op maakt. En je zorgt ervoor dat het kanaal groot genoeg wordt. Dan heb je verschillende manieren om daarmee geld te verdienen. Want je krijgt bijvoorbeeld geld voor advertenties op het moment dat er veel mensen naar je video kijken. Nou, is dat relatief weinig wat je dan krijgt. Maar je kan ook sponsorships aangaan met bedrijven of organisaties die jou betalen om met hen een video te maken op jouw kanaal. Of misschien een video te maken over hun product. Maar dan moet je dus wel zelf een kanaal hebben waar je al heel veel tijd en energie in gestopt hebt om daar heel erg groot en goed mee te worden. Een andere manier is om op andere kanalen te vloggen. Er zijn bijvoorbeeld best wel veel bedrijven en organisaties die nu veel doen met video. En die op hun eigen kanaal mensen nodig hebben die video's of vlogs voor ze kunnen maken. Dat is wat ik doe. Ik word ingehuurd door organisaties, bijvoorbeeld op dit moment door vakkanjers, om voor hen vlogs te maken. En er zijn er ook nog netwerken die meerdere kanalen hebben en die mensen echt in dienst hebben om video's te maken. Dus dan maak je niet echt video's voor je eigen kanaal, dan ben je niet volledig zelfstandig. Je maakt ook niet een video voor een bedrijf waarin je hun producten of wat zij willen dat je promoot. Maar dan kan je nog wel redelijk doen wat je zelf wil, maar dan wel binnen de kaders die dat netwerk je geeft. Lijkt misschien een heel ingewikkeld verhaal, het valt wel mee. Ponkers heeft een tijdje in zo'n situatie gezeten. En zij hebben daar een hele mooie vierdelige serie over gemaakt, over hoe zij ooit begonnen zijn en hoe hun kanaal zich verder heeft ontwikkeld. Die zou ik je zeker aanraden om eventjes te kijken, die serie. En die kan je hierbovenin vinden. Andere kant, dammit! realiseer je dus dat er verschillende manieren zijn waarop je geld kan gaan verdienen met vlogs. En wat ik ook heel erg belangrijk vind om je mee te geven, op het moment dat je bent begonnen met vloggen, dan zit je in een hele andere situatie dan wanneer je al jaren bezig bent. Maar de mensen die jij ziet online met die miljoenen of honderdduizenden volgers, dat zijn mensen die al heel erg lang bezig zijn. Dus die al een enorme reis gemaakt hebben, ook als het gaat om apparatuur. Dus de video's die zij maken, de kwaliteit die zij hebben, daar kom je gewoon niet aan als beginnend YouTuber. En het is wel belangrijk om uiteindelijk te sparen voor apparatuur, waardoor je steeds beter wordt. En ook gewoon betere middelen kan inzetten om betere video's te maken. Om je een beetje een beeld te geven, ik ben ooit begonnen met dit cameraatje. Dit is een Canon N100 volgens mij, als ik het goed zeg. Dit scherm kan niet eens helemaal omhoog klappen. Maar deze was toen €230, als ik het me goed herinner. Dus dat was echt nog wel behapbaar. En, kan je wel een heel klein stukje laten zien hierbovenin. Hier kon ik eigenlijk best wel prima video's mee maken. En op een gegeven moment wil je dan wat beters. Je hebt wat geld verdiend met je YouTube-kanaal. Toen ben ik overgestapt naar de RX100. Die heeft een iets betere beeldkwaliteit. Ik kan het je laten zien. En het kan ook zijn dat je nu überhaupt denkt, joh, ik zie weinig verschil. Ja, het is ook, het is niet altijd even duidelijk. Het is niet zo dat deze per definitie veel slechter beeld geeft dan die. Hij is ook gewoon op een aantal punten is deze beter. En toen ben ik langzamerhand overgestapt op de GH5. Omdat ik werd ingehuurd door bedrijven en organisaties. Omdat ik ook extern geluid wilde. Noem het allemaal maar op. Dus uiteindelijk heb ik geïnvesteerd in een duurdere camera. Maar toen ik dat deed, was ik echt al wel een tijdje bezig met het maken van video's. Als je trouwens meer wil weten over die GH5, die kan je hier bovenin vinden. Want daar heb ik eerder al eens een video over gemaakt. Punt van dit verhaal is dus dat ik je wil meegeven dat het uiteindelijk fijn is om goede cameraapparatuur te hebben. Als je zegt, ik ben professioneel vlogger. Hè, ik maak video's, dat is mijn professie. Dan is het fijn om goede apparatuur te hebben. Maar weet ook dat je daar niet
meteen mee begint en dat het oké is. Dat het oké is om op te bouwen naar steeds als je iets verdient, iets kopen, investeren in het maken van video's. En uiteindelijk kom je daar wel bij die setup waar je graag wil zijn. Als je een verhaal vertelt als vlogger, dan doe je dat eigenlijk altijd door jezelf in beeld te brengen. En door de kijker met jou mee te laten lopen en op die manier iets te ervaren. En dat is een bepaalde vorm van video. Je hebt heel veel soorten video. Maar op het moment dat mensen met jou meelopen, dan is het ook heel erg prettig op het moment dat jij je presence voor de camera gewoon goed ontwikkelt. Dus dat je zelfverzekerd voor de camera staat, dat je, op zich wel lekker uit je woorden komt, dat je een beetje een eigen stijl hebt. Dat is fijn, dat mensen het fijn vinden om met jou op stap te gaan. En dat is ook iets wat moet groeien. Want voor de camera staan is toch anders dan iemand ontmoeten in het dagelijks leven. Dus dat is iets wat je kan trainen. Dus zorg ervoor dat je veel video's maakt waarin je zelf voor de camera zit, dat je het vaak terugkijkt. Dus ook af en toe een video terugkijkt van wat langer geleden, zodat je weet, oh ja, ik word inderdaad wel echt beter. Kijk soms ook maar eens naar de eerste video's van grote YouTubers nu. Dan zie je ook echt best wel een verschil tussen hoe ze toen voor de camera stonden en hoe ze dat nu doen. En het fijne aan goed voor de camera staan is dat dat uiteindelijk ook iets is als je iets wil doen voor bedrijven of organisaties waar zij op letten. Op het moment dat zij een vlogger inhuren, dan willen ze iemand die past bij hun bedrijf, maar ook iemand die lekker voor de camera staat en goed de boodschap kan overbrengen. Dus dat is ook iets als vlogger wat je echt heel erg moet trainen. En als ik naar mezelf kijk als vlogger, dan is het dus echt een combinatie van hoe vertel je een verhaal. Dat is heel erg belangrijk. Dat ik dus zelf voor de camera sta, dat ik dat een beetje lekker kan overbrengen. En dan daarnaast mijn apparatuur. Maar als je kijkt naar de kwaliteit van mijn video's, dan is die niet zo goed als bijvoorbeeld wanneer Riske met deze camera filmt. Omdat hij zich ook alleen maar hoeft te focussen op het filmen met de camera en niet zelf ervoor hoeft te staan tegelijkertijd. Dus dan kan je ook alleen maar op het beeld letten. Dus in die zin is bij vloggen is hoe goed je beeld is net iets minder belangrijk. En hoe goed je zelf voor de camera bent is net iets belangrijker. En als we het dan hebben over die vooruitgang en het hebben van steeds mooiere, betere apparatuur, dan is er nog iets wat je echt moet ontwikkelen gedurende de tijd. En dat is storytelling. Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste in je video. Op het moment dat jij een goede videomaker, als ik Riske nu een smartphone in haar hand zou geven, dan is de kans dat zij uiteindelijk een mooie video aflevert veel groter dan dat ik iemand die niks van video weet haar mooie dure camera geef. Maar apparatuur staat uiteindelijk gewoon in dienst van de mens. En de basis van een video is het oproepen van een emotie en het vertellen van een verhaal. Dus zorg ervoor dat je daar steeds beter in wordt. Blijf andere vlogs kijken. Blijf kijken naar wat je tof vindt, wat andere mensen doen, wat andere mensen maken. Hoe lang duren hun shots? Wat voor muziek zit daaronder? Ga echt video's ontleden en kijk hoe het werkt. Weet je wel? En zorg ervoor dat je zelf bijvoorbeeld ook video's maakt. Hè, als je een keer een video gezien hebt die je tof vindt, dat je iets maakt misschien wel in een soort gelijke geest als die video. Waardoor je ook de skills die diegene heeft toegepast in die video die jij zo goed vond, bijvoorbeeld bepaalde overgangen of bepaalde soorten shots, dat je dat ook leert maken in je eigen video met je eigen apparatuur. Het laatste wat ik je nog mee wil geven is niet elk verhaal van een vlogger of iemand die professioneel vlogger wil worden is alleen maar één rechte lijn naar succes. Als je kijkt naar de grote YouTubers van nu, die zijn allemaal met nul begonnen, die hebben jarenlang keihard gewerkt en die staan nu op een punt waarvan je zegt, wauw, dat is tof, daar zou ik ook wel willen staan. Er zijn ook heel veel mensen die heel lang gewerkt hebben en misschien op een ander punt staan, die misschien 2 jaar op YouTube video's hebben gemaakt en toen dachten, ik vind het misschien toch iets minder prettig om zelf voor de camera te staan, maar ik heb inmiddels wel geleerd om hele goede video's te maken. En die zijn misschien bij een bedrijf gaan werken. Of die maken nu als freelancer video's voor organisaties. Er zijn ook mensen die al jaren op YouTube zitten en die het eigenlijk nog steeds onbetaald doen, hoe leuk ze het ook vinden, omdat ze misschien niet genoeg volgers hebben en geen sponsors aan zich kunnen binden of omdat ze toch blijkbaar niet die camera presence hebben, waardoor hun abonnee aantal echt groeit. Kijk,
ik zeg niet dat je het dan verkeerd doet, maar het is gewoon iets wat heel erg moeilijk is. En er moeten heel veel dingen op de juiste plek vallen. En zelfs als alles op de juiste plek valt en je hebt alle elementen, dan nog zit er ook een element in van een beetje geluk. Waardoor een video nou net goed scoort, waardoor je veel volgers krijgt, of je net ergens in een programma aan mag schuiven, hè, waardoor je weer te zien bent op televisie en mensen je gaan volgen. Is dus niet gek dat het heel erg lang duurt voordat je op dat punt bent. En dat het veel tijd kost, veel energie kost, veel investering kost voordat je er weer iets uit terugkrijgt. Wat ik wel zie is dat veel mensen het ook eigenlijk veel te vroeg opgeven. Dat je een aantal video's maakt en dat je denkt, nou, ik ben niet op het punt waar ik had willen zijn of waar ik had gedacht nu te zijn en ik stop er maar weer mee. Hou er gewoon echt rekening mee dat professioneel vlogger worden veel langer duurt dan je in eerste instantie denkt. Dus bedenk voor jezelf wanneer je denkt dat je het gered hebt. Doe dat keer 4 en dan ben je er misschien zo ongeveer. Nou ja, misschien is dat ook weer niet helemaal waar, maar ga er in elk geval vanuit dat het gewoon echt tijd nodig heeft. Als je nou nog vragen hebt, laat het dan even weten hier beneden in de comments. Dan komen we bij je terug. En ja, kijk ook zeker ook eventjes op ons kanaal, want we hebben inmiddels echt al best wel een aantal video's gemaakt over het maken van vlogs en betere video's. Dus wellicht zit er nog iets moois voor je tussen. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.